Deze die gaat nu dood als het goed is. Ja, die is dood. Die ligt daar nu. Dus daar. <laughs> en dan ga je weer verder. Het is heel makkelijk om als je iemand een headshot hebt gegeven, als het ware, om daarna weer gewoon rustig aan de eettafel te zitten met, uh, met je vriendin. Ja, dat is normaal. Oké, okay, daar gaan we. Kom, op, kom, kom. Yes. Toen ik dat uh, hoorde, was ik heel erg blij over het onderzoek. Want uh, gamers worden altijd. Vroeger werden gamers altijd gezien als uh, dikke mensen die helemaal niks doen en alleen maar chips uh, eten en nooit bewegen en noem het op. En dat, dat imago is gelukkig weg. En toen werd het imago van, ja, gamers zijn agressief en boos en gewelddadig. En pas op daarvoor. En dat is ook nu door dit onderzoek hopelijk een stuk minder. Dus het is alleen dan dat moment na de game ben ik misschien even 10 minuutjes sip. Ik ga dan even zitten, even wat anders doen. Misschien even buiten zitten. En dan daarna ja, is dat gevoel ook weer weg. Want aan het eind van de dag, het blijft een spelletje. Het blijft nep. Oh jee, ik ga weer dood. Oh nee. Oh. <laughs> Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl